Oei, jongens, het is vandaag warm, ook hier in de game room. Maar leuk dat jullie weer kijken naar de Twitch highlight. En om nog beter nieuws te vertellen, vanavond om 8 uur zijn we weer live op Twitch. Link staat in de beschrijving, kom checken, want geloof me, dit wil je niet missen. En vooral niet naar het zien van deze clip. Geniet van de highlight, tot vanavond. Ja! Maat, wie hoor ik praten? Berto, Berto, man. Hoe heet je? Noem maar Berkay, man. Berkay, hoor, dit Berkay, ja toch. Berkay met de frikandellen in de airfryer, ja toch? Ja, don't worry, be happy. Ja, 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 ja. Gaat het met Steffi? Jawel hoor. Wat? Nee, maar zeg, gaat het met Steffi? Oh ja, alleen maar goed voor mij. Warm. Maar die heeft hetere avonden meegemaakt. Geen luchtje, Steffi. Oké, wat voor zo. Hé jongens, dat is helemaal die standaard. Dat is gewoon één koppertje. Dat is één koppertje. Fuck! Ik ben klaar. Wat op, man. Ik kom net tot leven. Jongens. Ik wil in ieder geval niet haten, maar waar niemand iets op kon zeggen. Want ik weet dat het geen haat is. Maar ik heb heel de dag vandaag gedacht, maar ik loop er fresh. Maar ik wou zeggen, ik heb heel de dag gedacht, ik loop er fresh bij. Maar ik leek dus op een minion. Maar, zo, weer een nieuwe maar. Ondanks alles erop en eraan, het is wel een fresh outfitje, eerlijk? Zo, wat doe jij? Hallo. Ik koe jou. Nee, zo. Alles wat... Waarom? Wow. Jij wil mee gewoon. Nee, maat, ik ken dat niet. Nee, jij wil mee flashen, bro. Jij wil mee flashen. Nee, maar echt niet, man, echt niet, man. Ja, maar ik zie het echt niet, ik zie het echt niet. Oké, voor jou ik ga lezen. P-O-M-A is Puma of Poma. Ik weet niet. Puma dik in je mouth. Hij moet wel gewoon doen, hè. Oh, dear. Oh jongens, ik ga schelden. Ik ga woorden gebruiken die ik helemaal niet wil gebruiken. Ik ga woorden gebruiken, jij! Ja, alles valt om! Alles valt om! Drink op mijn telefoon! Lekker, maat! Ik heb een tuintje in mijn hart, maar alleen voor jou. Mirozo. Voor jou, alleen voor jou. Bro, jij kan zo die pokoe overnemen, man. Ja, man. Ik kan niet zonder jou, misschien jij wel. Hij gooit hem zo, toch? Ik weet met die miauw aan het einde, toch? Waar gooit die miauw aan het einde? Gooi dat terug. Ik kan niet zeggen. Misschien jij wel. Hoe noem je dat, een miauw? Dat toch die miauw die pokoe gooit. Bro, jullie zijn gek, man. Die man zingt op zijn neus daar. Kietzwet. Rasta. Yo. Dat is bij mij geen slok als ik echt dorst heb. 10 seconden max, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Actie voor de sfeer. Is dat slecht voor je? Hoezo? Stopwatch ready. Hebben jullie hem? 3, 2, 1. Goeiewel, weer een nieuwe sub. Ah! Maat! Goeiewel, weer een nieuwe sub. Kleine knoei! 10 seconden. Oké. Hoppakee, jongens.
Ik heb het... Niet in de hand, niet in de hand. Hé, wie doet de hele tijd dun? Hé! Waar ben jij? Hé, hond! Hoe heeft maar iemand naast me hier? Kom maar raas, kom maar raas, ook zo stuk. Lekker man, lekker man. Amana Sikim, heel zijn vader weggeblazen. Hey, volgens mij komt ze hier niet, hè? Volgens mij zit gewoon safe zo. Nee, bro. Ga weg, man. Hey! Maat, rot op met dit! Maat, die man moet... Alsjeblieft, ik wil gewoon geld verdienen. Kom door die gitaar, bro. Maat, dit wordt helemaal gek. Wat is dit? Jongens, stop alsjeblieft, stop! Nee! Oh, maar is die zo snel? Hé, hoppa, op de grond is die! Dum, toch? Dum, toch? Hoe is die zo snel gegaan? Nee, man, zijn oog is dicht, broer. Maak nog 37 graden. Oh, dat kunnen wij vetrollen niet aan. Ah, ben ik een van. Ik vind dat zo kut, hè? Ik vind dat zo belachelijk kut, die scheve baan, jongens, in het midden. Ja, dit is wel te doen. Jawel, dankjewel. Oh, maat. Love, man, strijder. Moet je goed horen zeggen, wat is je broek? Nep, vriend. Waar heb je hem gekocht? Primark. Nee, Beverwijk. Zeg het. Beverwijk. Hoe nep is je broek? Heel nep. Waarom koop je neppe broeken? Ik ben skeervriend. Nee, omdat je nep bent, zeg het. Ik ben nep. Je bent heel nep. Ik ben helemaal niet nep. Je bent wel nep. Oké, ik ben heel nep. Ik zat te denken om een Turkse patattent op te zetten. Hè? Huh? Ziekte, vriend. Orde. Wat koude enge herrie, jongen. Had ik ze nog bijna ook. Ja, ik weet het, maar vroeger trainde ik altijd die... Niks wil ik horen. Vroeger trainde ik altijd die... Hoe noem je dat ook alweer? Rustig moet je blijven. Niet gek tegen mij doen, maat. Kijk, ik ga hier schieten. En dan gaat hij hier komen. Hier? Dat zijn van die 200 IQ dingen, man. Lang zijn we live? 5 uurtjes nu? We zijn wel een tijdje live, jongens. Het was weer gezellig. Die zijn er nog live dan. Hey, Bizon, mij mag je. Naar mijn stream te kijken. Omdat ik ben aan het eten. En ik dacht ik moest even iets kijken. Wat de fuck is dit? Dit is fucking vaak. Maat, ik ben gewoon aan het eten, laat me met rust. Dus ik snap er niks meer van. Wat ben je aan het eten dan? Kipsalon, kijk. Kipsalon? Ja man, het is gewoon kip met patat. Eigenlijk een soort van kapsalon, maar zonder tomaat, kaas en al die dingen. Hoor dit? Kipsalon? Dat is lijp. Ik weet het is lijp. Hé, maar hoezo zie ik mijzelf heel de tijd in replay gaan? Ik weet het niet man. Maat, wat is dit? Waarom heb je mij als gif gebruikt? Dat doe ik niet. Wat dan? Hoe kan dit? Ik weet niet, dit is gewoon loop toch? Omdat je naar elkaars beeldscherm zit te kijken de hele tijd. Dit is helemaal trippend. Beweeg jouw facecam van links naar rechts. Dan ga je dat de hele tijd op mijn nieuws doen. What the fuck? Hier, wacht, let op, kijk. What the fuck? Oké. Wacht, let op, kijk. Kijk, zie je? Oh, kut. Oh. What the fuck?
Kijk, zie je? Ja. Oh, kut. Oh. Het is veel te laat hiervoor, maat. Oh, dit is wel een goede vraag. Welke Q is Ryu? Maar voor mij heb ik mijn eigen. Ik weet, oh, ik weet mijn eigen facecam niet meer. Ik kan hem niet meer vinden. Maar voor mij heb ik mijn eigen facecam niet meer. Maar ik kan hem niet meer verschuiven, maat. Ah, nou man, waar moet je naartoe? Als je mij naar die parkeerplaats daar kan brengen, zou dat goed zijn. Uit, stap op. Hey, 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 stap af, man. Luister. Ja, maar boeit me niet. Hier, achter op mijn motor zitten. Maar ik heb geld nodig. Maar wel bedankt voor je brood, dat waardeer ik. Maar luister dan, goeiedag. Oké, rustig afstappen, maat. Er is er niks aan de hand. Handen omhoog. Klootzak. Rustig. Kom, loop mee naar achteren. Wordt een overval plegen of zo? Naar binnen. Nee, wat denk je anders dat ik aan het doen ben, maat? Ja, dan wil ik gewoon chocola stelen of zo. Maat, luister dan. Zolang jij gewoon relaxed blijft, niks aan de hand. Maat, naar binnen. Rotzak. Knieën, bitch. Sorry. Wat kwam je hier doen, maat? Eten en drinken kopen. Hey jongens, nog 40 seconden. Als er geen politie is, dan ben ik er. En daar hebben we alweer. Oh nee, volgens mij zie ik hem. Oh nee, ik herken één keer. Tering. Was dat hem niet? Nee. Ik kom wel even voedsel halen, want ik kan wel het dood, als je het erg vindt. Maat, even rustig, hè. Pas maar op. Ja, ik kan ik even voedsel eten halen? Meneer, no. Natuurlijk kan je voedsel halen. Klop. Zo, maat. Tevens, ding. Dikke baard heb je. Ja, dankjewel, man. Maat, mag ik hem eraf halen? Nee, niks aan. Niks aan de hand, joh, klootzakken. Luister dan, kijk. Ik hou afstand. Kijk, hoe moet ik dit uitleggen? Ik was aan het binnen een broodje kopen, toch? Nee, ik ben binnen. Zie je die man voor mij hier? Dus ik koop een broodje. Op een gegeven moment. Je toch, man trekt ineens een mes op mij. Ik denk, wat? Je toch, maar ik heb veel zelfverdediging. Ja, jij hebt mes op mij getrokken, maat. Ik? Maar luister, maat. Ja, kijk, ik ben nog niet klaar met uitleggen. Nee, ik steek een mes in je oren, hè. Niet gek doen. Oké. Okay. Even stilstaan, laten we even uitpraten gewoon. Ja, oké. Okay. Dus, ik heb veel op YouTube in de nacht. Kijk, ik had het van die zelfverdediging cursus, snap je? Ik heb zelfs een keertje een abonnement genomen bij eentje, man. Kostte 5 euro in de maand, maar goed, daar heb ik veel van geleerd. Dus wat doe ik, bro? Ik doe mijn arm naar achteren. En ik geef hem mijn elleboog op zijn neus, ik pak die mes af. En, nu zitten ze hier. Oké, en wat wil je mee bereiken als ik vraag mag? Nou, hij probeerde mij te beroven. En toen heb ik hem terugberoofd. Maat, ik hou je eraf, hè. Laten we even allemaal rustig zijn. Oké, maar wat zou jouw eisen? Wat wil je bereiken? Ja, kijk, ik wil zelf ook helemaal niet in zo'n situatie zitten. Dus wat mijn eis is heel simpel. Jouw baard eraf. Mijn baard eraf? Ja, maat. Ik wil jou met babywangetjes zien. Oké. Dat. Ik wil vrije doorgang en geen zoen. Ja. Heel simpel. We vragen niet veel. Oké, dan ga ik even overleggen en dan zorg ik dat ik terugkom met een kaal gezicht. Ja, toch? Is goed, man. Thanks, man. Ja? Yo. Dit is mijn kruk uit Zuid-Korea. Ik moet dat gesture daar gaan. Maat, ben je bij de hand aan het doen? Moet je een kets op je achterhoofd? Kijk, ik zie... maat. Waarom, maat? Ik weet niet wat het is. Omdat jij een Chinese dragon op een denk je dat ik hem uit Zuid-Korea heb gehaald. Dat kan toch? Nee, dat kan niet, maat. Weet ik wat daar vandaan komt. Een draak of zo, weet ik veel. Wat? Geloof jij in draken? Ja, kan gewoon. Ken die draak niet met die drie hoofden bij Godzilla daar zo? Oh, dear, maat. Maat, jij hebt een paar klappen op je achterhoofd gehad. Nou, wij hebben gewoon geen personeel momenteel. Ja. Dus je mag van ons pad eigenlijk gewoon bij doorgang. En ga jou niet achtervolgen. Dus voor jou is het lekker makkelijk. En jouw collega's, zijn jullie klaar? Ik laat meneer gewoon gaan en dan kunnen we gewoon ophouden. Ja, simpel. Dank u! Nou, fijne dag, jongens! Hey, yo. Hey, succes, later!